Het huis van Doesburg. Mensen van buiten staan vaak met open mond te kijken naar de prachtige gebouwen in onze stad. Ze kijken dan naar huizen die ons Doesburgers nauwelijks meer opvallen. Een van die gebouwen, en iedere Doesburger kent het, is het stadhuis. Maar hoe goed kennen we dat huis eigenlijk? En kun je deze verzameling gebouwen eigenlijk wel een huis noemen? In de tijd van Robert Midwinter, de man die in de 17e eeuw de decoratie maakte van de schouw in de raadzaal, vond men van wel. Boven het door Midwinter gemaakte Salomons oordeel staat in het Latijn: dit huis haat slechtheid, bemint de vrede, straft de misdaden, bewaart het recht en eert de rechtschapene. Op Doesburg verteld is het stadhuis het eerste onderwerp. Dat is geen toeval. Het stadhuis is de plek waar het bestuur van de stad ook nu nog zetelt. Tegelijkertijd is het een fascinerende verzameling van oude en nieuwe panden in Doesburg. Doesburg vertelt, neemt een duik in de geschiedenis en kijkt hoe die verzameling huizen in de loop van eeuwen uitgroeide tot wat het nu is. De eerste vermelding van een Doesburg stadhuis vinden we op een 14e eeuwse factuur. Er is een goot gemaakt tussen het stadhuis en het huis ernaast. Het gaat om een goot voor het oudste deel van het stadhuis, het wijnhuis, dat ook wel Oud Gelre wordt genoemd. Vaak wordt gedacht dat het pand op de hoek van de Koeportstraat en de Roggestraat het oudste is. Dat klopt niet. Juist het achterste deel, dat grenst aan de vismarkt, is het oudst. In de achtergevel van dit wijnhuis zie je nog de dichtgemetselde toegangsdeur. Tegenwoordig liggen in dit deel van het stadhuis de raadzaal en de werkkamers van de wethouders. De kelder onder het wijnhuis was ooit in gebruik bij het stadsarchief. Het deel van het gebouw dat zich bevindt op de hoek van de Koepoort en de Roggestraat is veel jonger. Dit zogenaamde schepenhuis dateert uit de 15e eeuw en stond oorspronkelijk los van het wijnhuis. Het pand heeft een trapgevel met zogenaamde pinnakels op de traptreden. De vrije linkerhoek is afgeschuind om ruimte te maken voor een heiligenbeeld, de beeltenis van Sint Maarten. Hier ligt op de stoep een ronde blauwe steen met een gat in het midden. Deze steen is het enige overblijfsel van de middeleeuwse draai- of drilkooi. In de Koepoortstraat is aan het begin van de 17e eeuw ook nog een aangrenzend derde huis bij het schepenhuis getrokken. In de jaren 50 van de 17e eeuw ontstaan er plannen om het wijnhuis en het schepenhuis samen te voegen. Die verbouwing tot één pand is in 1663 klaar. Dat jaartal is vandaag de dag nog te zien boven de monumentale ingang aan de Roggestraat. Naast de samenvoeging verandert de indeling en komt er ruimte voor een grote zaal. Behalve door dit soort functionele verbouwingen krijgt het stadhuis door de eeuwen heen ook allerlei stijlaanpassingen. Zo worden in de loop van de 18e eeuw de trapjes van de achtergevel en de pinnakels van de voorgevel verwijderd. Het dak krijgt blauwe pannen in plaats van leien. In 1813 worden de gevels gepleisterd en worden houten schuiframen aangebracht. Al die aanpassingen hebben tot gevolg dat aan het begin van de 20e eeuw veel oorspronkelijke kenmerken zijn verdwenen. Architect N. de Wolf, die ook wethouder is, krijgt de opdracht de panden zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen. En op 4 juli 1940 wordt het gerestaureerde stadhuis geopend. Wijnhuis en schepenhuis hebben dan hun middeleeuwse uiterlijk terug. In de jaren 60 van de vorige eeuw is er opnieuw ruimtegebrek. Daarom wordt in 1969 Koepoortstraat nummer 1, het Hof Gelria, bij het stadhuis getrokken. Dit pand dateert uit de late 15e of vroege 16e eeuw. Het stadhuis krijgt zijn huidige uiterlijk in 1996. Achter het Hof Gelre komt dan nieuwbouw. De ingang wordt verplaatst van de Roggestraat naar de Philip Gastelaarstraat. Waarom kies ik dit? Nou, allereerst omdat ik het een fantastisch initiatief vind van Doesburg Verteld. En omdat ik natuurlijk trots ben op Doesburg. Ik woon hier nu al meer dan 25 jaar met heel veel plezier. Net als een heleboel andere mensen. Dus wat is mooier dan om iets over Doesburg te vertellen. En het stadhuis staat symbool voor de stad.
En ik mag gewoon nog steeds raadslid zijn. En ook daar ben ik blij om. Dus vandaar mijn keuze. En heel veel succes mensen van Doesburg verteld met dit mooie project.